begint met de L en het eindigt op Ute. Lutte. Ja. Maar eerst mag meneer Kranendonk even het boekje presenteren. Zaterdag presenteerde de Barnier tijdens de hersteltervormde Jongerendag een nieuw boekje met de titel Belofte van Troost. Ja, wat moet je als een dominee vanaf de kansel zegt, jongens, die moeten die oude boeken lezen. Dat is wel het laatste waar je aan denkt en het laatste waar je zin in hebt. Het boekje is uitgegeven in samenwerking met de HHJO. Jongeren lazen het niet, stiekem de ouders natuurlijk ook niet. En daarom zeggen we van, nou, als de taal dan een probleem vormt, dan gaan we daar als HJO wat aan doen. Dus vandaar dat we het boekje van Luther hertaald hebben in de taal van jongeren, zodat jongeren weer een boekje van 500 jaar geleden toch lezen. Florian van Leeuwen en uit de gemeente van Waarden, Marloes Tighem. Symbolisch namen twee jongeren het eerste exemplaar in ontvangst. Florian, jij ook? Wat vind je ervan? Ja, ik schrok er wel een beetje van eerst. Maar ja, het lijkt me wel een mooi boek. Ja. Ga je hem lezen? Ja, ik denk het wel. Heb je wel eens eerder een oude schrijver gelezen? Nee, nog nooit. En er is net een boekje gepresenteerd van Luther. Heb je er ooit van gehoord? Ja, ik wil hem zelf wel kopen, graag. Maar ik heb geen geld aan. In 2017 is 500 jaar reformatie. Ja, waar denk jij dan aan bij reformatie? Aan de kerk en aan Maarten Luther en de 95 stellingen. Ja, als ik dat woord hoor, denk ik snel aan Luther, maar voor de rest weet ik er niet zo heel veel van. Lees je wel eens oude schrijvers? Zoals Luther of zo? Ja. Soms. Ik heb hier het boekje Belofte van Troost. Nou, blader er maar eens even doorheen. Maarten Luther is een oude schrijver, zo noemen we dat dan, hè? Lees je wel eens oude schrijvers? Nee. Geen zin in. Heb je wel eens eerder wat van Maarten Luther gelezen? Ja, heel veel. Mijn boeken. En jij? Nee, niet heel veel, maar het lijkt me wel interessant. Ja. Ga je hem ook kopen? Nou, ik heb nog geen geld bij mijn hand, dus zou ik het wel doen. Wat zie ik in uw hand? 3 exemplaren? Ja, dat klopt. En waarom? Omdat we met een groepje kinderen zijn en wij willen gewoon als leiding willen wij de kinderen ook zo'n boekje meegeven. Heeft u zelf wel eens iets van Luther gelezen? Nee. Dus u heeft er ook een voor uzelf? Ja. Ik zie, jij hebt het boekje gekocht, hè? Ja. Waarom? Nou, ik vond het wel interessant wat die meneer vertelde voorin. Toen zei dat vond ik wel interessant om te lezen. Hoe ziet hij eruit? Mooi. Nieuw, hij ziet er nieuw uit. Het is wel een boek wat ik sneller op de zondag ga lezen. Ja. Voor mij wel een reden om te gaan lezen. Ja, ik denk dat je het gewoon moet lezen om ook gewoon te weten hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat. Ga je hem kopen, denk je, als je geld krijgt van je ouders? Nou, ik denk dat ik het wel tegen mijn ouders ga zeggen dat ze misschien een keer ervoor naar willen kijken. Een keer voor je verjaardag? Ja. Hey.